Moet niet gekker worden, maat. Weer hier. Ja, je denkt dus elke dag 3 punten hebben. Hè? Godsomme. Hey. Krijg je een rondleiding? Ja, kik, hè? Ja, je kent het hele stadion toch al? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar, ja. Ja, ja, wel leuk, joh. Ik was er toevallig toch, dus ik laat hem draaien, dat ding. Hoppa, hij draait trouwens al. Hop. 3 punten. Ja, kikken toch? Ja, man. Ik ken bijna niet. Is achteruit? Ja, man. Oh ja. Geen sensoren, helaas. Ja, piep, 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 piep. Sommige dingen kunnen geen verrassing blijven. Ik vind het hartstikke leuk dat ik namens ADO deze man hier mag verwelkomen. Want het is natuurlijk hartstikke leuk als je als vrienden met hem hier bent. En volgens mij de meeste van jullie kennen het stadion wel van binnen, van buiten. Jij kan het waarschijnlijk helemaal of niet. Ja? Maar dan is het altijd moeilijk om toch een verrassing te verzorgen. Nou, gisteren heb je een mooie verrassing gehad door op het jubileumfeest. In een unit de wedstrijd hebben we mogen kijken. Ja, zeker. Top feestje hebben we gehad, 2-0 gewonnen, een goede wedstrijd, dat was natuurlijk super. Maar ik ben bij een vrezer geweest, want soms moet je bij de trainer natuurlijk ook op een goede voet leven. Ik zeg trainer, luister, dit en dit is het geval. Hij zegt, Rick, gaan we regelen. 12:30 gaan we het veld op. Ja. En dan foto met Henk en eventueel wat spelers. Ze zijn misschien nog aan het trainen. Ja. En dan gaan we met z'n allen met de spelers op de foto. Ja, dus ja, dat vonden we wel leuk. Van, ja, zeker. En juist echte ADO-supporter, dan moet dat gewoon gebeuren. Ja, dus ik zeg, nee, kom maar, er is wel sneeuw op het veld, dus we moeten even opletten hoe we dat gaan doen. Tenminste, misschien is het weg, dat weet ik niet, maar dus gaan we 12:30 in ieder geval het veld op. En dan daarna gaan we gewoon even een rondleiding om te kijken nog naar alles wat er is. En dan gaan we ook even natuurlijk de locatie laten zien, de commandokamer, waar ze jouw jaar in de gaten hebben gehouden met die camera's. Ja. Dus dat is eigenlijk heel kort even hoe van, maar ik vind het gewoon geweldig dat wij als ADO jullie dit kunnen aanbieden. Want voor ons is het een hele kleine moeite. En uiteindelijk met heel veel emotie en passie en dingen die erbij komen kijken, is het alleen maar geweldig dat wij hier aan mee kunnen werken. Ja? Ja, leuk dat je weer bent. Nou, ik krijg nog een klein mutsje van ADO, het is toch immers koud, hè? Dus altijd leuk. Hey, maar gisteren, wat vond je van die skybox eigenlijk? Want volgens mij heb je daar niet veel gezeten. Nee. Hè? Voor de eerste keer? Ja, dat was de eerste keer, ja. Hoe vond je dat om daar voetbal te kijken? Ja, heel anders. Normaal gesproken zit je aan de overkant natuurlijk. En zit je van een heel andere, hele andere kant te kijken. En natuurlijk een hele andere sfeer. Mensen zingen niet, ze zitten alleen maar. Maar dan zeggen wel eens mensen van, ja, die sponsors aan de overkant, dat is heel anders. Maar je bleef het voetbal ook wel aan deze kant, toch? Ja, zeker hoor. Ja. Toch? Ja. Dus het is eigenlijk toch wel ook leuk om aan deze kant te zitten. Ja, sowieso. Ja. Ondanks het zingen, ze zitten allemaal wat meer. Hè? Ja. Dus, maar daarom, omdat wij hebben van de desbetreffende sponsor gehoord waar je was, dat het zo leuk was, ja, dat je weer uitgenodigd hebt voor de wedstrijd tegen NAC. Ja, klopt. Mits jij een goede gezondheid dat gaat lukken natuurlijk, want dat is het allerbelangrijkste. Dus bij deze krijg je weer 2 kaartjes om wederom tegen NAC te gaan. Ja, en we hebben natuurlijk ook wel wat anders. Nog een mooi sjaaltje.
Ik ben Ado daar. Die mag niet ontbreken, hè? Yes, nee, want je hebt een mooie das, maar eigenlijk vind ik dat die das niet. Niet deze kleur zijn. Alsjeblieft, man. En de pen om te schrijven, maar ja. Ik geef aan de vrouw, die schrijft altijd. Die schrijft altijd. Als je wel zin hebt of zo. Thank you.
dan wordt verder in de zaal de Kikke maat. Ja, zeker, hè. Ja, super. Dan ga je maatjes toe. Ja. Ja, geen ding. Ja, ook ja. Ik zal even Dus jullie gaan, als de spelers straks naar binnen gaan en de vlaggen van ons komen erop, dan gaan jullie mee en dan staan jullie aan deze kant. En Marcel en Bianca die staan aan de andere kant van de vlaggen. Wel even richting de tribune. Hij wilde eigenlijk op het moment dat de vlaggen staan, ja? Dat wij er al staan, ja, als de spelers opkomen. Ja. Ja. Oké, dat spreken we net al. Ja. Dus jullie hebben alle twee vrijheid en maak voor hem een mooi feestje. Ja, dat gaan we zeker. Ja. Top. Ja. Top. Ja. Top van jullie ook, hè? Ja, mits al kennen doen toch? Echt, ja, ja, zeker, top.
Hoe ging het? Goed, hè? Ja. Top was in jullie. Hij maakt, hij heeft een shirt gegeven. Toe, laat zien dan. Top in maat. En met deze 0-0, dames en heren, jongens en meisjes, Petra Romein, de andere eindstander uit de Eredivisie. Tenminste, één wedstrijd gelijk met ook begonnen, Twente Excelsior 1-3. Op kwart voor acht begonnen, Heerenveen Pek Zwolle, daar staat het 2-0. Allemaal bedankt voor jullie aanwezigheid vanavond. En we zien u allemaal graag weer terug, volgende week, zondag als het even kan, massaal in Utrecht. Waarin we ons club weer gaan steunen tegen de plaatselijke FC. Allemaal wel thuis en een fijne weekend.